Openbare basisschool De Riepluim vierde haar 25-jarig bestaan met een spetterende feestweek van 13 tot en met 17 oktober. Alle 445 leerlingen van de twee locaties van De Riepluim verzamelden zich in het park voor een spectaculaire flashmob. Het was voor ons helemaal geen vraag of het een dag of een week zou worden. Toen wij vorig jaar gestart zijn, ergens halverwege het schooljaar met de voorbereidingen voor de feestweek, hebben wij meteen gezegd het moet een week worden. Op de Rietpluim hebben wij zoveel activiteiten die we voor deze gelegenheid in een extra feestelijk jasje wilden steken. Dat wij met een dag gewoon heel veel tekort zouden zijn gekomen en kinderen ook tekort zouden hebben gedaan, denken we. Dus we zijn gaan starten met die werkgroep met het voorbereiden van een feestweek. En hebben geprobeerd om daar allerlei activiteiten in te stoppen die heel erg passen bij de Rietpluim. Die je op een heel andere manier ook door de dag en door het jaar heen terugziet op onze school. Alleen voor deze gelegenheid in een extra feestelijk jasje. Op dinsdag 14 oktober stonden er workshops op het programma waarvoor de leerlingen zelf hadden kunnen kiezen. Pompoenen werden tot gezichten omgetoverd. Met mozaïeksteentjes werden fotolijstjes belegd. Drummers oefenden voor een eigen muziekspektakel. Jonge leren stond buiten op het programma. Er werd gekleid naar eigen ontwerp. Ciao. Pennenbakjes werden gemaakt van gekleurde wasknijpers. Voor het pluimpjesfeest werden uithangborden gefabriceerd. Koffiebekers werden versierd en voorzien van de namen van de leerkrachten. Leerlingen mochten in zelfgekozen kleding op de foto. Ja, goed zo. Ja, toch? Ja, goed zo. Ze maakten etagères en schilderijen. Ze ontwierpen draadfiguren met behulp van spijkers. Ze studeerden er een dansje in. Eens vertellen wat jullie gemaakt hebben. Wij hebben van wasmiddelflessen hebben wij draken en fantasiedieren gemaakt en anders uiltjes. Wat voor een school is de Rietpluim en hoe kun je dat in de praktijk van alle dag ontdekken? Dat is een hele mooie vraag.
Hele mooie zelfs, want de Rietpluim is een openbare school. En wij stellen ons iedere dag weer opnieuw de vraag, hoe kunnen we dat nou laten zien? Dat we openbaar zijn. Nou, dat heeft alles te maken met het gegeven dat openbaar zijn voor ons betekent van wat vraagt de maatschappij van ons. Waar kunnen wij op inspelen? Wat kunnen wij betekenen? Wat kunnen wij ontwikkelen? Ontwikkeling is dan ook een woord wat heel erg bij de Rietpluim past. U zult wel trots zijn op uw leerkrachten en op de ouders die deze feestweek mogelijk maken. Ja. Ja, en dat is echt geweldig om dan net op dit moment directeur te mogen zijn van zo'n geweldig team. En om van zoveel ouders terug te krijgen hoe ze het waarderen dat deze aandacht uitgaat naar vooral de kinderen deze week om ze dat mee te geven. En een van de kinderen zei vandaag al, en dat kind zit in groep 5, die zei, als ik later terugdenk aan mijn basisschool, dan weet ik zeker dat dit de mooiste herinnering zal zijn. Nou, ja, hoe mooier wil je het hebben? Het was echt een cadeautje om dat te horen. Met z'n allen zijn het veel leuker. Vooral met 25 jaar Rietpluim.